dames en heren, en rollenbolletjes. Word ook een rollenbolletje. Abonneer op dit kanaal. Zeker weten doen, want ik wil aan het einde van dit jaar wil ik de 1 miljoen abonnees hebben. Dus willen jullie alsjeblieft abonneren? Vandaag is het gewoon weer tijd voor 3 random games. En we doen het deze keer eentjes anders dan normaal. Vandaag doen we het namelijk met... een VR-headset. Ik ga vandaag 3 games spelen die ik echt super leuk vind om te spelen in VR. Jullie moeten zoals gewoonlijk weer een top 3 lijstje maken. Op nummer 1 zetten jullie de game die jullie het leukst vonden. En op nummer 3 de game die jullie het minst leuk vonden. En dan is het nu gewoon tijd voor 3 random games. Dames en heren, ik presenteer jullie met gepaste trots mijn winkeltje. We zijn dan nu gewoon eindelijk geopend. Welkom bij Ronnie. Dit is beter dan de Lidl. Dit is beter dan de Jumbo. En dit is 100% beter dan de Albert Heijn. Wees maar alvast bang, Albert Heijn, voor de grootste concurrentie ooit. Maar we gaan natuurlijk verder waar we de vorige keer waren gebleven. Als wij aan dit trekken, dan krijgen wij onze nieuwe klant. Maar dat wil ik eigenlijk nog eventjes niet doen. Want ik verander dit eventjes naar Jumbo. Want ik wil namelijk iets creëren. Waar jij, ja jij daar, hier voel een blikje tegen je hoofd aan. Ja, kijk niet zo boos. Want hieronder hebben wij namelijk superveel vuurwerk. En als ik die namelijk hierop plaats, dan kunnen wij dit namelijk enorm vergroten. Dus wees maar alvast bang, vriend. En daarna komen de klanten naar binnen, oké? Okay? Kijk me aan. Goed zo. Ik klik nu op het knopje en kijk eens eventjes hier. We hebben nu zo'n grote vuurwerkje. Ik ga een vuurwerkje afsteken, jongens. Yes! Yeah! We gaan dit eruit trekken en hopelijk heeft dit grotere knallen. Nou, dit is een anti-climax. Zo te zien heeft het niet echt hogere knallen of wat dan ook. Weet je wat? Auw! Auw, ik weet niet waar ik tegenaan sloeg. Auw! We laten gewoon de allereerste klant naar binnen komen. Dus we trekken dit eruit en hutsakee! En wie is onze allereerste klant? Wie hebben we hier nou weer dan? Hallo? Ik ga je hoed even jatten en op mijn hoofd plaatsen. Zo te zien is het een special delivery. Moeten wij alles terugplaatsen? Volgens mij moeten wij nu alles in het rek plaatsen. Kijk me niet aan, vriend. Nope. Ik zie dat we hier verschillende soorten magazines hebben. En die moeten wij waarschijnlijk hierop plaatsen. Zo, ik zie iets geels. Dus hey, kom eens even hier. Geef me een grote knuffel. Auw. Geef me een grote knuffel. Ik zal alles doen wat jij mij vraagt. Alles, gewoon echt alles. Dus we plaatsen dit hier ook eventjes terug. We hebben dat sowieso al gedaan. En volgens mij moeten wij nu een aantal kauwgoms terugplaatsen. Want we hebben hier gewoon 3 kauwgom in. Firewire. En hier kun je zo te zien hele grote bubbels mee plaatsen. Dus weet je wat? We plaatsen dit hier eventjes netjes in. Volgens mij hebben we dan toch bijna alles gedaan. Waarom staat het nog steeds niet groen dan? Oh, ik voel me bepiepeld. Zit jij mij te bepiepelen, jongen? Met je vieze... Oh shit, mijn vuurwerk is gevallen. Nee, waar is mijn vuurwerk nou weer heen dan? Zit je mij te bepiepelen, jongens? Weet je, voel dit dan! Doet pijn, hè? Waarschijnlijk komt het omdat ik net kauwgom heb laten vallen. Dus dit moeten we wel eventjes goed terugplaatsen. Dus dit plaatsen we daar. En dan hebben we het zo te zien gehaald! Ah! Deze klant serviceide tegen alleen in Ronnie, oké? Okay? F*** de Albert Heijn, f*** de Jumbo. Kom altijd bij Ronnie, oké? Okay? Wat hebben we hier dan nog meer? Hete saus? Kun je die hierop plaatsen? Volgens mij wel, toch? En kaboom! Oh my god, we hebben nu heel veel hete saus. Ja, dit is lekker, jongens. Als we dit hier plaatsen, dan hebben we zo te zien alles gelijk. That's complete! Ik denk dat het dan tijd is voor de volgende klant. Als we deze ticket er weer even uithalen. Oh nee! Today's not your lucky day. Oh nee, we worden overvallen! Wacht eens even, we moeten onze kluis openen. Oh god, oh god. Oké, okay, ik pak even mijn kluis hoor. Wat wil je allemaal hebben? Kan ik je hoed pakken? Neem ik jouw hoed en dan mag je alles hebben in mijn kluis. Oké, we openen dit eventjes. Wat zit er allemaal in dan? Kaas. Heb jij kaas nodig? Jij wilt zo te zien mij overvallen? Dan pak ik jouw banaan op. Luckily that was my fake banana. Fake banana? Was dit je neppe banaan? Dan pak ik deze af. Heeft hij nog een banaan? Heb je de hele dag? Ik heb ook de hele dag. Weet je wat? Ik vergroot hem gewoon. Wat wil je nu doen dan? Ik heb een grotere wapen. Are you f***ing with me? Hier, ik sla tegen je ogen aan. Ik pak wel even de kaas die je nodig hebt hier. Dat is 1. Tot ziens, hè? Oh, is hij nou opgepakt door de politie? Ik zie niks overal politie. Wat moet ik nou met al deze bananen dan? Kom, we gaan ze allemaal vergroten. We gaan ze allemaal vergroten. Zo, huppakee. Ik heb nu allemaal banaantjes gestolen. Dus weet je wat? We gaan eventjes profiteren van dit moment. Als we namelijk dit eventjes veranderen naar display... dan plaatsen we hier gewoon allemaal banaantjes in. Want dit is namelijk nu in de korting. Laat de volgende klant maar komen. Huppakee. Wat is dit nou weer dan? Wacht eens even. Waarom zie ik meerdere hoofdjes? Wat is dit nou weer?
Ze willen zo te zien vuurwerk kopen. Dit is jullie ID. En jullie zijn zo te zien oud genoeg om vuurwerk te kopen. Even testen of dit echt is. I guess you can give them their fireworks. Ik mag ze zo te zien vuurwerk geven, oké. Ik wist het, zijn kinderen! Nou, laat die volgende klammer komen. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Hallo, politieagent. We hebben hier de politie voor ons die zegt dat hij de dader heeft gevonden. Wie van deze drie mensen is de dader? Maar wat zou er gebeuren als ik de verkeerde ID geef? Weet je wat hier? Dit was de dader. Oh, bandit boss. When will you learn? Wanneer leer je nou, vriend? Can't prove anything. Hij rent weg! We hebben jobsimulator gehaald! Oh yeah! Dat gaan we even vieren met vuurwerk hoor. Oh, ik heb nog hier wat sparkles. Ik ben gewoon de beste als het gaat over werk zoeken! Halleluja! Weet je wat YouTubers eigenlijk nooit doen, maar ook echt nooit doen? Op vakantie gaan, jongens. Maar gelukkig zijn we nu in een totaal nieuw territorium beland. Dit is ook wel van de maak van Job Simulator, zoals je ziet aan deze prachtige dame. En wij gaan gezellig nu op vakantie. Ik ben trouwens Human 1, dus die plaats ik eventjes hierop en we trekken aan de hendel. We zijn in één keer beland in een lift. Hallo! Hey, dametje, daar ben ik dan weer. Wacht eens even, dit is zo te zien mijn hotelkamer. 101 Human Suite. Hoe gaan we dit trouwens doen? Ik moet zo te zien op een knopje klikken. Dus de deur is geopend en daar zijn we dan. Waar moeten we trouwens nu naartoe? Hier kunnen we straks dus onze karakter volledig aanpassen. Hoe we dat gaan doen, geen flauw idee. Moet ik hier aan draaien? Ik heb geen... Oh god! Hey, dametjes, dit ben ik zo te zien. Ik dab voor jullie. Ik dab in 2020. Maar we kunnen hier onszelf hier dus helemaal aanpassen. Op welke kleur gaan we? Ik denk dat we wel een beetje voor... Ik denk dat we voor deze kleur kunnen gaan. Hé, jongens, alles flex, jongens. We kunnen een haarstijl kiezen. Laten we dat eventjes gaan mooi gaan doen. Dit is wel mijn haar. Daar gaan we wel eventjes voor. Kijk eens, jongens. Hé, zie ik er niet goed uit. Kunnen we voor een baard gaan? Ik heb geen baard. Misschien een stoppelbaard. Ja. Ik zie hier trouwens een scheerapparaat. Kunnen we ons haar... Oh! Ik heb eigenlijk best wel zin om op vakantie te gaan. We kunnen zo zien ook die kant op. Wat hebben we hier allemaal? Ik zie hier een televisie. Kunnen we foto's maken? We kunnen dus hier ergens een foto vinden. Oeh, een computer. Naar welke website zullen we naartoe gaan? Kunnen we het zelf typen? Nee, dat kan zo zien niet. Ik wil naar mijn YouTube kanaal gaan om te abonneren. Zo, we pakken even wat koffie. Die plaatsen we hier. En... Hupsakee, gun mij de koffie. Oh ja. Proost iedereen op het goede... Nee. Ik had zoveel zin in koffie, maar dat gaat blijkbaar dus ook niet door. Gaan we nu gewoon naar buiten toe, want die vrouw staat op ons te wachten. Oh, we mogen kiezen waar we naartoe willen. Gaan we een skivakantie houden? Gaan we naar de bossen of gaan we naar het strand? Ik wil sowieso naar het strand. Ik heb hier voor me nu mijn tas en ik heb hier zo te zien nu mijn camera. We kunnen een selfie maken, jongen. Oké, cheers! Dit is mijn favoriete foto. Ook al kijk ik wel een beetje bang, though. Welkom bij mijn strandvlog 340. Ik denk dat wij eentjes gaan vakantie vieren. Want daar heb ik eigenlijk best wel een beetje zin in. We kunnen hier zo te zien naar het winkeltje toe. Hallo! Dog shop, human. Hier kan ik zo te zien allemaal verschillende soorten spulletjes halen. Selfie is the best way to show that you enjoy vacation. Ja, hij wil zo te zien dat we een selfie gaan maken. Dus dat gaan we eventjes mooi doen. Samen met deze gast. Cheers! Moeten we dan dit nu aan hem geven? Hier. Hier, ik heb een mooie selfie gemaakt. Alsjeblieft. Neem het aan! Neem het aan! Yeah! Blijkbaar ben ik zijn eerste klant trouwens. Ja, dat ben ik! Deze dingen moeten we namelijk verzamelen om meerdere dingen te kunnen. Hey, dames. Alles goed. Mijn naam is Ronald. Ik kan allemaal hoedjes hier kopen. Staat dit mij een beetje? Even kijken. Ik vind dit hoedje een beetje stom. Dit ziet er een beetje zullig uit. We gaan eventjes kijken wat we hier dus allemaal kunnen doen. Hallo, dame. Hallo. Would you like to do some yoga? Yoga? Moet ik yoga doen? Nee! Ik wil niet yoga doen! Ik heb zo te zien gewichten vast. Oké, ik ga je helpen, dame. Ik moet haar naproberen doen. Is dit serieus? Oh, ja! Ik voel het, dame! Hij gaat straks een mooie selfie maken. Oh, moet ik haar ook nog echt nadoen? Het gaat helemaal verkeerd. Not everyone is ready to update their operating system. Waarom ga je nou weg dan? If you wanna try again. Oh, ze is zo te zien niet blij met me. We moeten de bal naar de gooien. Alsjeblieft, dame. Kom maar, hey, gooi hem terug dan. It's a handball. Let's play. The rules are simple. Get the ball past me and I'll hand you a point. Ik moet proberen in een goal te gooien. Is dit serieus? Oké, waar zijn de ballen? Dus proberen 5 keer in het goal te gooien. Dus dat gaat me ook wel lukken. Nog eentje te gaan. Kom op.
Kom op. Kom op. Ja, we hebben het gehaald. We hebben nu sowieso gehaald. Dus daar ben ik wel blij mee. We hebben het gewoon gehaald, jongens. Ja! Ik heb weer een memory gekregen. Volgens mij moest ik deze gast hier water geven. Hier, neem water. Neem water. Hij heeft zo te zien dit nodig. Die nemen we eventjes. Ik moet hem insmeren. Oké, ik haal het dopje eraf. Alsjeblieft, jongen. Oh ja. Oh. Oh, hey, we hebben weer een memory erbij. Oh, dit is leuk, man. Dit is wel even een selfie water, hè. Cheese. Oké, zeg cheese. Dit is een prachtige foto, hoor. Ik weet niet of hij er blij mee is, maar ik ben er eigenlijk wel blij mee. We zijn in één keer hierboven. Volgens mij moeten wij hamburgers maken of iets in die richting om mensen blij te maken. Ik zal jou blij maken. Wij moeten zo te zien een hamburgertje maken. Dus wat we eens gaan doen, we pakken twee hamburgers en die plaatsen wij hierop. Staat dit aan? Wij gaan echt een lekker broodje maken. Misschien wil deze gast een hamburger. Ja hoor, ik heb iedereen nu gewoon blij gemaakt met een hamburgertje. We hebben weer memories erbij. Kom eventjes hier. En hupsakee, halleluja! Willen jullie dat ik dit vaker ga spelen? Smash dan zeker weten op het duimpje omhoog. Eindelijk een keertje goed op vakantie. We nu zijn beland is echt ongelooflijk. Ik heb eindelijk een keertje prachtige handen. En we zien voor ons een wapentje. Een wapentje die we kunnen gebruiken. Want de volgende game die we namelijk spelen is super hot. Elke keer als wij bewegen gaat de tijd door. En ondertussen zien we deze rode mannetjes. Hé meneer, hallo. Voel dit! Kaboom! Time moves when you move. Oké, tijd beweegt ook wel als wij bewegen, zoals je ziet. En dat is een beetje het concept van deze game. Grab. Oké, dit gaan we even van. Dat is in één keer weg. Dat is een beetje teleurstellend. Hallo? Wie hebben we hier nou weer voor ons? Kunnen we hem slaan in het gezicht? Ik weet niet wat we hier moeten doen, maar we gaan het even proberen. Oh my god! En er komen zo te zien twee mensen op af. Weet je wat? Kom gezellig naar me toe. Zijn hoofd is eraf, op een of andere manier. Rustig, ik zoek geen problemen. Kaboom! Oh my god, we zien nu iemand voor ons met een wapentje. Wat moeten wij doen? Moeten wij zijn kogel ontwijken? Oh god, de kogel komt er langs. En wij gaan die ontwijken als een matrix. Heel erg eng. Het voelt alsof het 5 centimeter van me vandaan is. Maar er ligt hier... Oh! Oh my god! Maar er ligt hier nergens een wapen die we kunnen gebruiken. Ik hoop dat we zijn wapen kunnen stelen. Dus laten we dat eventjes proberen. Oké, we hebben zijn wapen. Wat nu, hè, jongen? Ik ga in je ballen schieten. Super rot, jongens. Beland bij de volgende level. En ik zie hier een ninja ster. Oh, dit is wel heel vet, jongens. Dit is echt heel dope. Komen jullie nu al stoer naar me toe lopen? Voel dit. Ik heb zijn hand eraf geslagen. Die vliegt hier nu voorbij. Nope. Jongens, zijn hand pakken? Nee, dat kan zo te zien niet. Maar we hebben hier superveel ninja sterren. Oh shit, ik heb gemist. Dit is geen goed teken. Ik snij alle dingen van je af. We krijgen weer hier zo te zien een wapen. En dat gaan we ook zeker doen. Hey, dit gaan we mooi niet doen. Oh wacht, we kunnen nu een volgende wapen pakken. Dat zou zo vet zijn. Hell yeah, jongens, sterk beide. Hoe gaan we dit doen? Iemand voor ons heeft een wapentje vast. Kunnen we de kogel ontwijken? Oh my god! Dit is echt een ongemakkelijke situatie. Kan ik zijn wapen afpakken? Ja, ik heb zijn wapen afgepakt. Voel dit! Jongens, ik zie hier voor mijn helikopter. Is dit serieus? Er stort gewoon een helikopter voor me neer. Zeg dat ik het heb overleefd, alsjeblieft. Er stort er gewoon een helikopter voor me neer. We hebben het weer overleefd. Ik vond het leuk, man. Dit was echt enorm lachen. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Smash dan zeker weten op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneer trouwens ook op mijn tweede kanaal. Jullie kunnen daar binnenkort nieuwe video's verwachten. Een nieuw concept wat ik niet op dit kanaal kan doen. Laat jullie top 3 achter in de reacties beneden. Hopelijk vonden jullie het leuk dat ik dit weer een keertje deed. Zeg mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video, jongens. Bye! Ik had een hele enge oom, maar ze kwam achter me aan. Ik moest goed opletten, ze kwam achter me staan. Ik had een hele enge oom, maar ze kwam achter me aan. Als ze mij vond, ja, dan pakte ze me aan. Ik had een scary granny.